dat wordt hier voor mij verschrikkelijk moeilijk. Je hoort het aan mijn articulatie. Ik moet mij inhouden tussen een bende West-Vlaams geweld. Goedenavond, Belgian Quo Band. Goedenavond. Goedenavond. Blij dat jullie al klaarstaan. Prachtig materiaal hebben jullie ook meegebracht. Stel jullie zelf even voor allemaal misschien. Wel, ik ben Wesley. Ik ben de drummer van de band. Mm-hmm. Ik ben Erwin, de lead-gitarist, frontman. Ik ben Lieven, ik speel bas. Ik ben Frank en ik ben de zanger-gitarist. En Frank is de vader van Erwin. Klopt. Zeker. Want zo is het ergens begonnen. Ik vind het een prachtig verhaal, hè? Klopt, helemaal. Oké, vertel eens, Erwin. Het verhaal gaat terug in 2004. Het verhaal, hoor je dat? Het is een verhaal, het is een verhaal. Het gaat terug naar 2004. Toen heeft mijn pa me meegenomen naar het Swing Festival in Roeselare. Ja, en daar trad welke band op? Status Quo, natuurlijk. Ah, ja, en daar is de liefde, de vonk, helemaal overgeslagen? Ja, ik zag Rossi en Parfit en Koter op dat podium geven. En ik kom thuis diezelfde avond en ik zeg... Dat moet ik ook kunnen. Je hebt toen een gitaar ergens onder het stof gehaald en jezelf dat allemaal aangeleerd. Ja, klopt. Dus mijn pa heeft vroeger nog in een andere band gespeeld als hij jong was. En die gitaar en zijn materiaal stond toen nog op de zolder. Ik was blij toen dat hem daarmee begon. Ja. Want het was een evidente keuze dat pa mocht meespelen. Ja, omdat hij vroeger in die band, Wild Love dacht ik. Hè? Wild Love, ja. White Love? Wild van Witloof of zo. Nee, nee, wel de liefde. Wild Love. Ja, excuseer ik. Toen spelen ze ook al Status Quo nummers. En ja, ik weet nu dat komt, maar Status Quo is eigenlijk nog niet zo heel eenvoudig om te spelen. Maar ja, dat lag precies goed in mijn handen. En ik heb gezegd, ik heb begonnen met Caroline. Dat was het eerste nummer dat ik kon. Ik heb dat geleerd van pa. En uiteindelijk ja, heb ik jaren aan een stuk geoefend. Ja, we hebben wij samen zitten repeteren. En in het najaar van 2007 hebben we dan in contact gekomen met Lieven. En Lieven heeft ons in contact gebracht met Wesley. Ja. sinds 2010 zijn jullie een echte Status Quo tribute band. Wat wordt bedoeld met een echte? Het verschil met vroeger is dat wij vroeger wel de Status Quo nummers speelden. Ja. Maar echt tribute waren wij nog niet. Dat was gewoon de nummers. Maar vanaf 2010 hebben we het concept aangepast en hebben gezegd van kijk... Dezelfde gitaren, dezelfde backline, dezelfde kledij, dezelfde choreografie, dezelfde hoe zou ik het zeggen, posities op het podium. Mm-hmm. En dat heeft er mede voor gezorgd dat wij meer en meer op Status Quo zijn gaan gelijken. Ja. En op die manier zijn wij een volwaardige tributeband kunnen worden. Fantastisch. Frank, hoe is het met de aorta? Wel, die gaat blijven zoals zij 3 jaar geleden gekomen is. Hè. Want die heeft even roet in het eten gegooid. Ja, wel, roet. Laat ons zeggen, ik heb het op nippertje overleefd. Zo simpel is dat. Hè. Normale zin, zo'n zaken hadden moeilijk overleven. Want mijn aorta is gescheurd van aan mijn hart tot in mijn liesje. Ouch. Moesten de dokters mij gezegd hebben, hij mocht nog 1 ding doen. Want ik rijd met de motor, ik doe veel verschillende dingen. En wel, ik ging de band gekozen hebben. Gewoon omdat dat, ja, cool. Kijk, wij spelen nu jaren samen en dat klikt. En ik ben er zeker van dat wij nog jaren samen Frank, gaan spelen. Frank, wij zien jou ook ongelooflijk graag. Ja, ik weet dat, ik weet dat. Dat is je liefde, maar jongens toch. Maar sindsdien helemaal terug, want buitenland, zotte stunts. Ja, vat het zelf maar eens samen. Vertel maar, mannen. Ik denk dat de laatste jaren eigenlijk voor ons ja, alles in een beetje stroomversnelling is gekomen. Optredens op de Gentse feesten op het Sint-Baafsplein. Dat hebben we al een paar keer gedaan. Genk on Stage hebben we ook al gedaan. Optredens heel regelmatig in Nederland. Meer en meer in Duitsland. Dit jaar voor het eerst in Oostenrijk. We hebben ook eens een wereldrecordpoging gedaan om met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd luchtgitaar te spelen. Ja, ik ben keihard bezig. Dus, je doet het goed. Ja. Dit jaar hebben we nog een stunt gedaan. Hebben we 4 optredens op 1 dag gedaan. Hebben we ons verplaatst met een helikopter, een tourbus en een limousine. Dus allee, er valt van alles te beleven. Ben zal er ik nog moe van. Omdat de echte Status Quo dat ook hebben gedaan. Uiteraard. Ja. 91 of zo. Zeg, en nu hier op ons geweldig, beetje klein, maar toch heel cozy podium van Joe. Welke nummers gaan jullie voor ons spelen? Ik denk Rollover Lay Down gaan wij doen. Whatever You Want gaan wij ook nog doen. En wat gaan we nog doen, Erwin? The Wanderer. Begin er maar aan, mannen. Alright. Your life is life, Joe FM. We'll be right back.
geef die mannen een waterke of misschien liever iets straffers. Dat mag iets straffers zijn, ja. Ja, echt waar. Ik vind het, ik weet niet hoe het doet. Kijk, ik raak niet uit mijn woorden zelfs. Oh, zeg, Status Quo, die zijn natuurlijk zelf ook nog actief. Die zijn zelf nog aan het toeren. Worden jullie niet verward soms? Met de echte? Verward. We hebben eigenlijk nog iets gedaan. Wanneer was dat? Vorig jaar zeker. Toen Status Quo was op tournee. Huh? En die zaten ook in Duitsland en zo. En Rick Parfitt, die werd toen ziek. Hebben ze een tiental optredens moeten cancelen. Huh? En toen zijn we ooit eens gevraagd om eigenlijk een soort van vervangingsoptreden te doen. Huh? Dus er was een optreden gecanceld. En toen zeiden ze tegen ons van, kijk, er zijn veel mensen die al een ticket hebben. Zouden jullie dat niet zien zitten om toch naar hier te komen? En we gaan iets alternatiefs organiseren voor de mensen die van plan waren om af te komen. Dus dat hebben we wel eens gedaan. Ja. Wauw. Want jullie zijn ook echt erkend door Status Quo zelf. Hoe gaat dat zoiets? Dus op hun website hebben zij een link naar ons gezet. Mm-hmm. En eigenlijk is nu een beetje voor ons persoonlijk de kers op de taart gekomen. Ja. We hebben een meet and greet weten te strikken, zeg maar. En die is eind november, komen die naar Tilburg. Ja. En daar hebben we eigenlijk met het management, die hebben ons gezegd van, kijk, ja, wij hebben over jullie gehoord, over jullie stunts en dergelijke. Ja. Wat zouden jullie ervan denken? Om met de hele band is een meet and greet, dus... Ja, Belgian Quo Band, meets ja, Frank the real staat hier helemaal te blinken. Pas op met jou, hoor. Pa voelde het optreden van daarnet al niet meer. Maar hij is al meer dan 40 jaar fan. En hij vroeger altijd thuis, potverdikke, wanneer ga ik die man een keer ontmoeten? Dus het feit dat hij nu eindelijk, na al die jaren, kan de handshaken met Parfitt, Rossi en Co. is voor hem natuurlijk een droom. En voor de rest van de band ook. Fantastisch. En als mensen jullie willen volgen, waar moeten ze zijn? Dat is op onze website. Of via Facebook natuurlijk. Maar de website is www.belgianquoband.be. Of Belgian Quo Band gewoon in Facebook. En ja, dan komen ze bij ons terecht. Ik ga dat allemaal delen uiteraard. Wat is het volgende concert? Ergens in november zitten wij in Nederland. Wij spelen dit jaar niet meer in België. Wij hebben nog een paar optredens, maar dat is in Nederland. Ja, dat is... De West-Vlaamse roots nooit verloren in je gasten. Ja. Nee. Deal. All right. Dank voor het komen en succes. Dankjewel. Dankjewel.